getrouwd, liefste zijn. Viel je, oh, viel je stoestom hier aan, bang vleed en liep kroon. Aan de keukentafel met, dit keer met mevrouw Van Gemen-Ju. Maar we mogen van mevrouw Gemen-Ju mogen wij gewoon Truus zeggen. Lekker makkelijk. Heel goed bekend, hè? Ja. Heel bekend, Truus. Het schijnt zo. Ja. Nou, Truus van Gemen is bekend. Truus van Gemen is bekend, ja. Als onder andere gevierd zangeres. Zangeres, ja. Opera, operette. Ja, ja. Maar van heel veel andere dingen ook natuurlijk, hè? Van trompetist. Trompetist. Ja, ja. Maar u woont nu wel in Culemborg. Ja. Maar sinds 1975? Ja, sinds 75 jaar. Ja, toen had ik ook nog. Ik heb nog in de Zalenstraat gewoond 20 jaar. En nu woon ik 20 jaar hier. Ja. 21 jaar eigenlijk. 21 jaar hier. Ja, ja. Maar u komt uit Leiden. Ik ben een Leidse glibber. Dat wilde ik vragen. Wat is een Leidse? U vertelde me dat door de telefoon. Ik, ja. Ik heb het woordenboek erop nageslagen, maar het staat er niet in. Ik kan in. Het niet vinden. Nou, nee. Zal het misschien een scheldnaam zijn of zo. Ik zou het niet weten. De glibber, is, ja, het klinkt niet echt positief. Nee, nee, ja. Vind ik hoor, Leidse ja. Glibber. Nou, misschien dat er een andere kijker is die het wel weet, wat Leidse glibber is. Waar het vandaan komt, weet maar daar bent u dus geboren? Ik ben geboren in Leiden, ja. Leiden ontzet. Leiden ontzet. Dus op 3 oktober. 3 oktober. Hutspot met klapstuk. Ja. En haring en wittebrood. Dat ja. Is traditie altijd 3 oktober. En dat heb ik nooit begrepen. Waarom hutspot met klapstuk op ja. Die 4e of 4 oktober zijn? 3 oktober. Oktober. Waarom 3 oktober? Wie heeft dat bedacht? Dat zou ik niet weten. Napoleon? Misschien. Dat zou ik niet weten. Dat is sowieso een rare spreker. Ja, die man. Ja, ja, nee. Maar dat weet u niet. Maar goed. Nee. Oké, u woont hier nu een hele tijd in Culemborg. Ja. Hoe bevalt Culemborg? Geweldig. Ja? Ook, ik zou nergens anders meer willen wonen als in Culemborg. Waarom? Ja, ik vind het fijn. Het is een mooie stad. En ik vind de mensen ook in Culemborg toch wel aardig ook. Mm-hmm. Ja, ook wel behulpzaam. Ja, dat vind ik wel goed. En dan, we hebben een fantastische burgemeester hier, hè. Nou, zou deugd om dat te horen. Dat is heel geweldig, ja. Ja. En die hebben ook veel gedaan voor de militairen. Hè. Een paar jaar geleden heeft hij voor de veteranen, hè, dat heeft hij dus opgezet. En dat vind ik geweldig, ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, u zegt nu wel van nou, ik woon hier prachtig, maar u hebt geen klachten over de buurt, over het schoonmaken van de buurt? Wordt het, nou, dat is, nee, dat vind ik wel een minpunt. Bijvoorbeeld, ze hebben hier nou pas die sloot wel het hoge gras weggehaald, maar ik vind het nog een modderpoel. Dan daarbij heb ik al een hele tijd geleden gebeld dat daar bij het flat werden allemaal sinaasappelschillen en mandarijnen en een hele troep, dat ligt er al, ik weet niet al hoe lang, heb ik gebeld en dat werd gewoon niet weggehaald. Nee. Er wordt daar brood neergegooid, ja, doen de mensen natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar het is wel vervelend dat blijft liggen, want ja. dat is niet netjes. Maar overal problemen met bijvoorbeeld de gemeente, als u wat geregeld wilt zien, nou, ja. dat lukt gewoon altijd, ja, volgens u. Ik geef het dan wel door, dan zijn ze heel vriendelijk en aardig, ja. Ze nemen het op. Ja. Maar ja, misschien is er geen geld voor om het op te ruimen of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, en ik woont er toch nog wel een eentje vandaan, dus ik ga het niet opruimen. Nee. U bent getrouwd geweest met een marinier, vertelt u daar eens wat over? Over marinier? Nou ja, mijn man, daar ben ik mee getrouwd als een marinier. Maar die is ook verschillende keren uitgezonden. 2 jaar Nieuw-Guinea, 1,5 jaar Nieuw-Guinea. Heb 9 maanden op de Karel Doorman gezeten. En dan ben je alleen en dan moet je voor de kinderen zorgen. Hè? Dus je bent wel een aantal keren verhuisd? Ja, heel veel. We zijn er dus ook met mijn man naar de tropen verhuisd, naar Curaçao. Daar hebben we 6 jaar gewoond en 3 jaar op Aruba en elke keer weer terug naar Nederland. En dan na een jaar gingen we weer weg en dan weer terug en dan gingen we maar dan 6 jaar weer elke keer. Is dat niet vermoeiend? Het is heel geweldig. Geweldig. Oh, dat is niet vermoeiend? Nee. Helemaal. Oh, nee, ik vond het heerlijk. Ja. Weet u het nou? Ja, dat vond het heerlijk. Ja, elke keer weer wat anders. Ja, maar je moet er iedere keer verhuizen? Alle spullen moeten toch mee? Oh, maar daar zorgde de marine wel voor. Oh. Daar zorgt de marine voor. De eerste keer dat we geweest waren, toen we terugkwamen, had ik alles nieuw gekocht.
En toen gingen we na een jaar weer weg. Ja, de zonde van die spullen, die neem ik niet mee. Die hebben we in de opslag gedaan. Ah, oké. Okay. Dus, dat wel. Blijft dan 3 jaar in de opslag, ja. Heel druk leven, met andere woorden. Heel druk, ja. Ja. Heel druk. Maar ik kan niet stilzitten, ik ben altijd bezig. Ja. U bent er gewoon blij mee? Ja, geweldig. Dat het zo gaat. Geweldig, ja. Stel je voor. Ja. Oh. En Theo? Nou, die heb ik er dan maar bij genomen. Oh, oké. Oh, ik heb hier maar meer van, hè. We zijn samen op naar Curaçao op vakantie geweest. Oh, doe maar. Ja, een hele maand, ja. Ook, en ja, ik ben er 2 keer op vakantie geweest op Curaçao. Ja. Maar ja, hij had een huisje en is het verkeerd gegaan en nu zit hij in de Culemborg. Hè? Het verzorgingshuis. Ja, de Culemborg. Dus, nou, in die coronatijd, hè, toen heb ik hem hier weken gehad. Want je mocht er dan niet in, dat was afgesloten. Mm-hmm. En ja, maar dan neem ik hem mee naar huis. Dan is hij hier 3 weken geweest. En dat mocht. En dat mocht. Oh, ja. Okay. Nou, we komen nergens, er komt niemand hier. Dus nee. Je bent met z'n tweeën. Dus, ja. Dus, en dat is goed gegaan. Nou ja, daarna dan is het weer opengesteld en dan mocht hij weer weg en dan mocht hij weer dit. En nou is hij de weekenden hier. Mm-hmm. En dan zo is een dag door de week als het heel mooi weer is. Hè? Ja. Dan komt hij met de Flat Express. Ja. En dat is fijn. En dan komt hij hier een dagje en dan zit hij lekker in de zon. Dan heb hij een borreltje erbij en dan heeft hij het naar zijn zin hoor. Ja, daarom. laat de zon het nu wel weten. Maar... En dan s'avonds breng ik hem terug. Oh, u bent er wel weer terug, zo. Ja, oh, okay. Hij komt hier niet logeren. Nee, maar hij komt wel op zijn eigen gelegenheid hier, met de flat. Met de Flat Express, maar u brengt hem wel s'avonds terug. Ik breng hem s'avonds terug, want anders... Ik woon zelf met de auto, toch? Ja, anders moet hij om 4 uur al terug. En dan zien die dat zo kort zijn. Nee, blijf maar lekker hier eten en dan nog televisie kijken. En dan breng ik hem zo 8 uur, 8:15. Ja, met de auto. Met de auto. U rijdt nog steeds de auto? Ja. Oh, wat een luxe, hè? Ik zou niet zonder mijn auto kunnen, nee, hoor. Maar dan kan ik dan van de week op televisie zien een vrouw van 100 jaar de rijbewijs verlengd. Oh, ik moet mijn best doen. Ja. Dat is wel waar, ja. Mogen we uw winkeltje even bekijken? De? Uw winkeltje. Oh ja. Bij die ledekantjes en ook quilten, hè. Bijvoorbeeld, je hebt hier weer een spreidje van quilt. Dat is ook erg leuk. Wat veel werk, hè? Dat is heel veel werk, Hoe lang ben je nou mee bezig met zo'n... En dan die matrasjes, die zijn ook leuk erin, hè? Ja. Maar die maak je allemaal gewoon zelf? Allemaal maak ik zelf. Ja. Alleen die ledekantjes heb ik door een timmerman laten maken. Ja. En dan hebben we er lakentjes bij.